Welkom, ik ben Dirk Marcellus en ik wil voor PSV. Een cameraploeg, een fotograaf, er wordt hard gewerkt in Huize Marcellus voor een campagne van een nieuw Philips product. En in de tussentijd leidt de verdediger ons rond. Ja, dat zijn een beetje de prijzen die ik tot nu toe gewonnen heb, die een beetje belangrijk voor me zijn. Er staat twee keer een kampioenschap waar ik één keer maar een paar wedstrijden ben bij geweest. Maar, en één keer ook helemaal gespeeld. Staat van Peking staat er wat in. Van Limburg sportmannen, sporttalent geweest. En het Haasje natuurlijk. Nederlands elftal. Ja, het Nederlands elftal, debuutje. Ja. Dat een beetje de belangrijkste dingen heb ik hier bij elkaar verzameld. En die rode kaart die je daar krijgt? Refereert aan Liverpool? Ja, inderdaad. Dat was, heb ik van de Horster Carnavalvereniging gekregen. En ja, dat was een prijs voor iemand die, die wel pech heeft gehad in dat jaar. En die heb ik toen gewonnen, zoals we zeggen. We hebben zoiets van, we gaan voor de eerste keer samenwonen en we wouden een beetje in het centrum zitten. Ik kom natuurlijk toch van een dorp af en dan wil je toch in de stad zitten met alles dichtbij en dat is aardig gelukt hier. En wie bepaalt de inrichting? Samen vooral. Vooral heel veel samen en we hebben alles samen uitgezocht en zijn we tot dit gekomen. En ook de boekenkast is goed gevuld met veel boeken over PSV. PSV 88. Dat heb ik gelezen al een jaar geleden nu, denk ik. En dat was wel een hele mooie. En zo ben ik ook een beetje bij andere dingen van PSV gekomen. Als het kanon heb ik hier staan van Koen Dillen. Die heb ik laatst gelezen. En natuurlijk De Aanvoerder. Die drie boeken heb ik laatst nog gelezen allemaal. En de allerlaatste die ik gelezen heb, dat is Louis van Gaal zijn biografie. Oh, interessant. Ja, interessant. Interessante man, interessante coach. En ik was wel benieuwd wat hij te vertellen had over zijn leven. En hoe het verder gaat met de inrichting van het huis van Dirk Marcellus. Vanaf 3 februari is duidelijk wat er gebeurd is met zijn woning.